woning. Hij wilde met een fles tinner het vuur van de houtkachel wat aanwakkeren, maar dat ging falikant mis. Van top tot teen stond de shorttrekker in brand. Shorttrekker Shinky Knecht ligt in het ziekenhuis met zware brandwonden. Zijn kleding vatte vlam bij het aansteken van de houtkachel thuis. Ja, dan krijg je gewoon tranen in je ogen. Dat is gewoon vreselijk. En dan zie je echt zo'n kereltje in brand staan. Keep your head up, keep your heart strong. No. Veel steunbetuigingen voor shorttrekker Shinky Knecht. Suzanne Schulting post Get Well Soon. En ook Jorien Termors wenst Shinky veel beterschap. Voordat de wedstrijden beginnen in Dordrecht wordt er een video opgenomen om Shinky Knecht beterschap te wensen. 3, 2, 1. Ik kwam bij Jeroen en we zeiden allebei, ja, deze is voor Shinky, dus Shink, deze is voor jou. Tja, Shinky. Ja. Het is echt op de kop af vandaag, een jaar geleden, dat het gebeurde. Ja. Hoe is het nu met je? Nou, op zich gaat het best goed en het gaat elke dag steeds beter, dus... Ja, ik ben zeer tevreden over hoe ik er op dit moment voor sta. Ja. Dit is Suzanne natuurlijk. Ja. Het was een paar dagen na het ongeluk met het vuur dat het EK geschaatst werd. Ja. Dat heb je kunnen zien, hè, vanuit het ziekenhuis. Nou ja, ik lag in het ziekenhuis. Ik was wel meer opgezet dan dat ik überhaupt... Ik zag wel iets, maar ik zag niet heel veel, hoor. Nee, maar heb je het wel, toen je er was, heb je het meegekregen? Jawel, het werd voor je aangezet ja, en je ja, kon... Ja, Hoe vond je het om haar die medaille te zien winnen? Ja, ik vond het wel fantastisch. En helemaal om te horen dat ze dan opdraagt naar jou, dat is natuurlijk wel heel mooi. Ik was er natuurlijk wel. Ik was nog niet dood, maar toen kwam het toch wel een beetje over. Maar nee, het was natuurlijk wel ontzettend mooi. Het was een medaille die jij al kende. Ja, ja. Want je hebt hem zelf ooit verdiend. Ja. En lag je daar met het idee, dit is nu haar medaille en voor mij gaat er geen meer komen? Of? Nou, de eerste... De eerste dag in het ziekenhuis heb ik natuurlijk wel even gedacht, komt het dan wel weer goed. Maar al vrij snel zeiden de artsen dat ik in principe wel weer gewoon alles moest gewoon wel goed kunnen komen. Dus dat was wel geruststellend. Dus ja, uiteindelijk heb ik er wel altijd in geloofd dat het gewoon goed ging. Er was niet al een plan B, je was niet al een of andere bloemenzaak begonnen in Dordrecht. Nee, zeker niet. Shinky heeft wel iets met Dordrecht. Ja, ik kom er altijd graag hoor. Zeker. Ik wil graag. Ja. Ook nog in Dordrecht in het ziekenhuis gelegen. Ja. Verder met jou willen ook even terug in de tijd. Want jullie hadden niet alleen met het vreselijke ongeluk te maken, maar ook met twee kinderen. Ja. Een van jullie kinderen heeft het zien gebeuren. Hier zien we dat prachtige gezin. Ja, klopt. Jullie kleinste, jullie mannetje, ja. die was erbij. Ja. Ja, hij was toen 1 jaar oud en die was er eigenlijk bij toen het gebeurde. Dus dat is wel een hele heftige gebeurtenis voor zo'n mannetje, ja. Ja. En onze dochter was 3, die kwam ook eigenlijk halverwege ook binnen. Die was ook wakker geschrokken uit bed. Waaruit blijkt in het jaar dat volgt dat het traumatisch is? Komen ze erop terug? Ja, ze komen er wel. Ja, je denkt in eerste instantie, ze zijn best wel jong. Dus ja, in hoeverre krijgen ze het mee? Maar ze hebben het echt wel meegekregen, beseften we later ook wel. Waar merkt dit aan? Ja, bijvoorbeeld als we een tekenfilm keken of zo met vuur... dan zei de jongste wel, vuur, heid. Heid is dan papa in het Fries. Heid, vuur, au. Ja, hij kon eigenlijk net praten. En, ja. Ja. Ja, en bijvoorbeeld Myrthe. Laatst hadden we de kachel ook aan. En toen zei ze van, nou gelukkig is papa niet thuis. Want anders dan was hij weer verbrand. Oh, echt waar? Dat soort... Ah, ja, daar lach jij nu om. Maar was dat voor haar? Dat gaat wel even door merg en been, toch? Als je kind dat zegt, dan zit er wel een Ja, ik was niet thuis. Ik had waarschijnlijk gewoon gelachen. Maar ik was niet thuis, ja. Dit is ook voornamelijk... Ja, maar je hebt natuurlijk, want daar gaat het boek ook over dat jullie dat je hebt geschreven. Ik zei het met je zus. Ja. Dat jij werd op een gegeven moment met de ambulance meegegaan. Ja, dat is het laatste wat we van me gezien hebben. Dat hebben ze van jou gezien. En vervolgens was eigenlijk het bericht, jullie kunnen papa voorlopig even niet zien. Nee, we hadden natuurlijk best wel grote paniek eigenlijk toen Shinky wegging. Ja. Er was een traumahelikopter en ik heb ze eigenlijk half over de kop bij de buren moeten brengen. Dus dat was best wel, ze hebben mij ook best wel gezien dat we, nou ja, normaal je ouders die lassen je problemen op, die zijn altijd rustig. Mm-hmm. En nu zie je eigenlijk grote paniek bij je ouders. Ja. En dan ga je hals over de kop weg en ze zien Shinky niet meer. Dus dat is wel heel moeilijk. En hij is natuurlijk wel vaak in het buitenland, maar dan ben je toch aan het facetimen bijvoorbeeld. En dat kon ook niet. Het aanblik was gewoon niet goed genoeg dat de kinderen dat konden zien. Dus ja, dan bel je bijvoorbeeld wel met elkaar. Alleen dat is toch niet echt tastbaar, zeg maar. Nee, en vroegen ze wel eens, waarom mag ik nou niet naar papa toe? Ja, best wel vaak. Ja. Want ik ging natuurlijk wel regelmatig naar hem toe, elke dag. Ja. En dan vroegen ze wel, van, waarom mogen wij niet mee? En dan legde ik dat wel uit.
Hebben jullie samen eigenlijk besloten wanneer het moment kwam dat ze weer bij je op bezoek mocht komen? Ja, dat hebben we wel samen gedaan. Ook wel in samenspraak met de artsen wanneer het verstandig was. Ja. Want ze mochten eerst ook echt niet komen omdat ze gewoon bacteriële gevaren hadden. Ja. En later, toen dat allemaal wel opgelost was, was ik eigenlijk nog niet toonbaar voor kinderen. Dat vond jij? Dat vond de arts? Of nou, dat vonden we allemaal eigenlijk wel. Dat was ook wel zo. We waren het wel allemaal over eens. Ja, heb je nog gedacht, een petje, een bril, iets? Ja, wat je mist, ja, dat zou enorm gedaan. Hè? Hoe lang heb je ze niet gezien? Ik denk 2 weken ongeveer, ja. 2 weken. Ja. Hoe leg je dat uit aan je kinderen, dat ze papa niet kunnen zien? Ja, weet je, ze moesten ook naar de dokter toe om bijvoorbeeld bacteriën zo af te nemen. Dus dat heb ik wel goed uitgelegd. Nou, dat is de reden dat jullie niet bij papa mogen komen. Dus op zich. Maar ja, dan ging ik wel heen. En dan zeiden ze van, ja, we willen ook mee. We houden zo van hem. Ja, en dan breekt je hart zeg maar wel. Want ja, je wil eigenlijk je kinderen niet achterlaten. Maar je wil ook naar je partner toe. Dus dat is wel heel erg moeilijk. Je laat ze voor je gevoel ook wel een beetje achter, zeg maar. Ja. Dus dat is wel heel wel lastig, ja. 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 Wat was het eerste moment dat ze meekwamen? Nou, Fenna liep dus voor ze uit. Ik liep achter ze. En ik had best wel een grote kamer in het ziekenhuis. En Mitte bleef gewoon in de deuropening staan. En die kwam niet verder. Die durfde eigenlijk niet. Die schrok wel heel erg. Die schrok gewoon en die bleef gewoon daar in de deuropening staan. Ik denk dat ze daar wel 5 minuten heeft gestaan. Gewoon staan kijken. Ja. Ja. Hoe wist jij wat je moest zeggen? Ja, ik zei dat er niks aan de hand was. En dat ze gewoon bij me kwam komen. Maar ze luisterde niet. Ze bleef gewoon staan. Ja. Ja. En had jij enig idee hoe ze je moest voorbereiden? Nee. Daar heb je ook totaal geen ervaring mee natuurlijk. Nee. We hebben wel in die periode dat ze dus niet bij Sinkje mochten hebben... heeft mijn zusje eigenlijk, want die merkte wel dat Mitte heel echt de fantasie had, zeg maar. Ja. Dus heeft ze een soort met magische doos ontwikkeld. Die heeft ze afontwikkeld, maar bedacht. En die heeft ze dan samen met hun helemaal geknutseld. En vertelde dat ze door middel van die doos konden ze eigenlijk contact krijgen met Sinky, zeg maar. Dus dan hebben ze helemaal geknutseld en geverfd en zo. En dan deden ze elke avond een tekening voor Sinky erin. Of een schone onderbroek of een pet. Dat soort dingen deden we erin. En dan deed ik voor hun weer iets van Sinky erin. Dus een ballon uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. En zo ging die doos op van huis naar het ziekenhuis. Nee, ik deed dat gewoon. Dat was toen gewoon thuis. Dus s'nachts dan wisselde ik dat even om. Dus elke avond van bed en dan. Wat zou erin zitten? Heel druk s'nachts. Ja. De Sinterklaas gedicht. Ja. Die toch leeg rond de keukentafel ligt. Ja. Nee, dus je kon wel merken dat ze, als ze wat tastbaars hebben, dat ze dan op die manier konden we toch een beetje met ze over praten. Ja. Sinkje, kon jij iets met je ervaring? Kon je er met iemand over praten? Behalve met je vrouw in het ziekenhuis? Of waren er andere mensen die bij konden helpen? Hoe ga je dan om met kinderen met zoiets? Nou ja, ik kon er eigenlijk alleen maar met Fenna over praten uiteindelijk. En natuurlijk hebben we er beide geen ervaring mee. Maar ik was daar natuurlijk vooral veel aan het slapen en proberen zo snel mogelijk te herstellen. En ik was er wel mee bezig, maar uiteindelijk ook weer niet. Mm-hmm. Ja. Jullie hebben uiteindelijk dit prachtige kinderboekje van gemaakt om te leren hoe je mensen kunt helpen om hun kinderen een moeilijke boodschap te brengen. Het is niet heel moeilijk daarom om als je weet welke programma's jij maakt over kinderen van gescheiden ouders. Hoe vertel je een moeilijke boodschap aan kinderen? Jij komt zelf uit een gebroken gezin. Herinner je het moment waarop jouw ouders jou vertelden dat ze uit elkaar gingen over een moeilijke boodschap? Ja, jawel. Ik weet nog dat mijn vader, ik was 1 jaar of 4, dus vanaf dat moment kan je dingen herinneren, zeggen ze altijd. Hè? Maar ja, dat weet je dus niet, onbewust dan. Hè? En ik weet nog dat ik mijn vader zag huilen. En die zei van iets van, ja, we gaan uit elkaar en ik ga ergens anders wonen. En dat weet ik nog wel heel goed. En dat ik dacht, oh, ik ga je troosten. En jij gaat hem troosten? Ja, precies. Weet je. Dus vanaf dat moment ben ik een soort clown geworden in mijn leven. Ja, was dat... Daar is het ontstaan. Ja. Jij zegt het. Maar is eigenlijk al een soort fout. Want je moet het als ouders samen vertellen aan je kind. Want anders denk je misschien dat de ene ouder... Dus schuldige is, of weet je, dat is wel... Maar dit kwam een beetje tussendoor. Dit was dit je vader alleen die tussendoor een beetje zei, we gaan het uit elkaar doen. Die was gewoon aan het huilen en die opende zijn hart. Kon jouw moeder jou geruststellen? Nee, niet echt. Want nee. Wat was haar verhaal? Jongen, gaan we mijn hele leven maar op tafel. Ja. Nee, maar hoe heeft zij dat? Je zei, mama, jullie gaan uit elkaar en het komt uit door gerust. Nee, dat weet ik niet meer. En het heeft ook wel een beetje lang geduurd dat ze nog wel samen op vakantie ging. Ja. Maar vanaf het moment dat ik... 1 jaar of 8, 9 was, denk ik, is er gewoon geen contact meer geweest. Ja. Ja. Hoe heb je dat uiteindelijk zelf aangepakt? Want je bent natuurlijk getrouwd geweest met Ruud de Wild. Ja. Toen hebben jullie Toy Travis gekregen. Ja. Die dochter die inmiddels 16 is, hè, denk ik. Ja. Ja. 18. Nee, dat zeggen we. Dat zeg je, oh ja. Dat zou zo maar kunnen.
dat op het nieuws heb jij ook moeten brengen. Ja, maar zij was toen nog niet eens 2, zij was 1. Dus ja, weet je, wat vertel je dan over scheiden aan je kind? Heb je iets geprobeerd te zeggen? Vast wel. Vast wel dat je denkt van, oh, ik ga een heel mooi ethisch verantwoord verhaal afleggen. Ja. Maar dat in 1 jaar, ja. Nee, maar dan is het ook heel raar dat ineens zo'n kind in een ander huis komt. Met een ander bedje. En weet je, dat soort rare dingen. Ja. Dat, we gaan er zo even over door, want je hebt daar een heel mooi programma over gemaakt. Even tot jullie. Jullie hebben vandaag het boek gelanceerd. Daarbij ook de foundation. Ja. Wat willen jullie daarmee? Dit boekje is natuurlijk om vooral mensen die dierbaren in het ziekenhuis hebben... om uit te leggen als je er niet bij bent. Bij mij was het brandwonden, maar dat kan natuurlijk in alle situaties. Ja. Iemand die op intensive care ligt met iets anders of... Ja, weet ik veel, in het ziekenhuis ligt. Ik zie u kijken, u denkt, doe mij een hele stapel. Ja. Ik weet wel dat mensen dat boekje willen. Ja. Ik heb een afspraak gemaakt. We hebben ook een foundation opgericht... waarbij we mensen die hetzelfde als mij hebben overkomen met brandwonden... die willen we graag helpen om weer terug te keren in de maatschappij. En dat ze niet bij de pakken neer moeten gaan zitten... maar gewoon positief moeten blijven. En dat aan de hand van sport en bewegen. Want dat was ook het bericht, een beetje begreep ik, van de artsen in het ziekenhuis. Die zagen jou en die dachten, wat is dit een ongelooflijk positieve jongen. Maar of dat nou de artsen zijn, of dat nou je medeschaatsers zijn, je trainers, die denken echt, die Shinky die heeft iets. Dus dat komt helemaal terug in die, in die foundation. Ja, dat je dat op mensen probeert over te brengen. En dan gaan we hier weer op het ijs zien, in actie, dat, in de wedstrijd. Dat ligt natuurlijk aan Jeroen, maar ik hoop zelf... Jeroen, je trainer, die gaat erover. Ja. Want als het jou ligt... Nou ja, als ik aan mij ligt, had ik al wedstrijden geschaatst. Maar, we doen het nog even rustig aan, maar ik hoop half februari weer een wedstrijd op hoog niveau te kunnen schaatsen. 2022 is volgens mij een belangrijk jaar op zich, toch? Dan zijn de Olympische Spelen weer, maar dat is nog heel ver weg en dat moet zeker wel goed komen. Ja. Maar heb je brons, je hebt zilver. Ja, dan gaan we er nog eentje. Ja, zeker. Ga je ervoor? Ja, dat sowieso. Ja. Fantastisch. Ja. Dank jullie wel. Ja. En het kinderboek Saar en Sigrid vanaf morgen in de winkel. We gaan zo dus praten met Tatum Dagelet. Zij rijdt voor het programma Van Vader naar Moeder met kinderen van gescheiden ouders van hun vader.